In een onthullend interview met Trouw heeft Cornel Maas, de beheerste cultuurmeneer van de NPO, zijn minder bekende ondeugende kant blootgelegd. Hoewel hij regelmatig dansfeesten bezoekt waar anderen hun shirt uittrekken, blijft hij zelf terughoudend. Maar waarom laat hij zijn shirt nooit vallen op de dansvloer? Het antwoord onthult een diepere laag in Cornels persoonlijkheid. Cornel Maas geeft toe dat hij nog steeds dezelfde persoon is die hij altijd was, ondanks zijn succes. Hij blijft trouw aan zijn aard. Waarbij hij zijn geest en woorden inzet in plaats van zijn fysieke verschijning. Voor hem is het tonen van zijn lichaam op een dansfeest een bron van schaamte. Dit komt voort uit zijn persoonlijke geschiedenis en het verlangen om niet te veel in de schijnwerpers te staan. Hoewel Cornelt maas actief bezig is met zijn gezondheid en conditie, is hij geen voorstander van het blootgeven van zijn lichaam op sociale evenementen. Hij heeft een personal trainer en werkt hard aan zijn fysieke fitheid, maar zijn voorkeur gaat nog steeds uit naar intellectuele activiteiten. Het minderheidscomplex dat Cornold heeft met betrekking tot zijn fysieke gestel is geworteld in zijn jeugd. Op jonge leeftijd kreeg hij parativus door het eten van bedorven filet Amerika in, wat leidde tot gezondheidsproblemen en een gebrek aan fysieke zelfverzekerdheid. Zijn broer was daarentegen atletisch en competitief, wat Cornold dwong om op andere terreinen uit te blinken. Het interview onthult dat de intellectuele en academische prestaties van Cornel Maas mogelijk voortkomen uit zijn vroege ervaringen met zelfbeeld en eigenwaarde. Wat betreft de aankomende verkiezingen is Cornel Maas kritisch over de tv-debatten. Hij uit zijn teleurstelling over het feit dat kunst en cultuur nog niet prominent aan bod zijn gekomen in de campagnetijd en zijn verwachtingen zijn vooralsnog laag.